Christenen over de hele wereld hebben de afgelopen dagen het paasfeest gevierd. Met dit feest wordt de overwinning van Christus op de dood gevierd. Op het Onafhankelijkheidsplein, waar een grote houten kruis was geplaatst, is er ook een paasdienst gehouden. Met de viering van Pasen of de opstanding van Jezus Christus is ook de Lijdens- of Stille Week afgesloten. Volgens Andra Grames, coördinator van de paasdienst, heeft zij deze dienst georganiseerd na een specifieke opdracht van de Heer. Om niet binnen de kerkmuren, maar buiten de kerkmuren te komen en bekend te maken. Christus, ze gaan naar het kruis voor die totale mensheid. En dat doen we vandaag. We zijn vandaag op het plein om in het openbaar bekend te maken wat Christus te gaan naar het kruis betekent voor die totale mensheid. Heel vaak hebben mensen het idee dat Christus voor een groep mensen naar het kruis gegaan is, maar dat klopt niet. Christus is gewoon voor die totale mensheid naar het kruis gegaan. Johannes 3 vers 16 zegt het ook, want al zo lief heeft God die wereld gehad. Dus we hebben allemaal recht op het gaan van Christus naar het kruis. Het ligt allemaal aan ons wat we ermee doen. Maar feit is dat we er recht op hebben. En de bedoeling van vandaag is dat we dat bekendmaken in het openbaar. Christus heeft zich niet geschaamd om in het openbaar voor ons te sterven. Daarom vraagt God dat wij nu in het openbaar dat bekendmaken. En dat mensen gaan begrijpen wat die kracht is in het gaan naar het kruis van Christus. Volgens Grace waren alle christelijke denominaties in het land gisteren vertegenwoordigd op het plein. De voorbereiding van deze activiteit was niet eenvoudig, maar alles is toch vlot verlopen, zegt Grames. De paasdienst was volgens haar de proclamatie dat Christus voor iedereen gestorven is aan het kruis. De coördinatrice was niet helemaal tevreden met de opkomst in de morgenuren, maar ze geloofde erin dat God meer mensen naar het plein zou brengen. Grames had de volgende boodschap voor geheel Suriname. Hou vast aan Christus en voor het geval dat niet zo is, geeft u zichzelf aan Christus. Geef Christus de ruimte om in uw leven te komen en dan zal Hij maken van uw leven wat Hij vanaf het begin heeft bedoeld met ons leven. Een goed en welgevallig leven. Geeft u alles aan Christus en Hij is het antwoord op alles. Tot zover de boodschap van Andra Grames, die gisteren in opdracht van God een paasdienst heeft gehouden op het Onafhankelijkheidsplein.